Geachte aanwezigen, welkom in Wageningen namens het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945. Welkom in de stad der bevrijding, City of Liberation. Een speciaal welkom aan staatssecretaris Van der Maat, commandant der strijdkrachten generaal Eichelsheim, inspecteur-generaal der krijgsmacht generaal Van Sprang, burgemeester Vermeulen en natuurlijk aan professor Van Vollenhoven. Wat geweldig dat we hier vandaag samen zijn om onze vrijheid te koesteren en om onze veteranen te eren. Welcome to our international guests, to the ambassadors of the United States of America, the United Kingdom, Canada and Australia. And a warm welcome to all the military attachés. And I would also like to greet all the Ukrainians who have joined us today. It's heartbreaking